Ik ga een vaasje maken. En dat ben ik nu aan het centraliseren. Dus het glas helemaal in balans aan het brengen. Zodat het precies goed in mijn handen ligt. Ja, een mens heeft er van nature niet dat zijn linker en zijn rechterhand gelijktijdig draaien. Je bent constant aan het balanceren. En dan heb je dan een klein vaasje zoals dit. Als het nou zo simpel was, dan zouden er heel veel glasblazers zijn. En die zijn er niet. Want iedereen wil wel glasblazer worden. Maar het is heel moeilijk om te leren. Het is echt een levenswerk. Het is iets waar je dus jaren en jaren voor zit te oefenen. Sommige mensen zien het wel eens als een stukje ambacht, maar ik zie het meer als kunst. Ik bedenk mijn eigen vormen, ik voer het met mijn eigen techniek uit. En zo vervaardig ik dus mijn producten. Ik zal eens laten zien wat ik allemaal aan gemaakt heb van blank glas en gekleurd glas. Kijk, deze tekkels hier, die heb ik van amber geblazen, amberkleurig glas. Soms gebruik ik een beetje kobaltglas, net bij dat vlindertje. Mijn bekendste werk is de zwangere vrouw. Die maak ik nu 36 jaar. En zo oud is mijn dochter nu ook. En die heb ik symbolisch voor in die periode gemaakt voor mijn vrouw. En in die moeder zit natuurlijk mijn dochter. En die is nu inmiddels 13 jaar hier ook in de zaak. En die gaat het vak overnemen. Die kan ook als een zwangere vrouw blazen. Dus dat is een opvolger. Zeg Flo, kun je dit even overnemen? Ik heb hem al voorgehoefd als je eventjes deze kant nog gehoefeld. Ik kon al bolletjes blazen met mijn 3 jaar. En dat creatieve, daar word je gewoon mee geboren. Ik ben al 13 jaar in de leer bij mijn vader. Hij is mijn leermeester. Dat kost heel wat jaren om dat over te brengen. Het is ook heel moeilijk over te brengen, het glas blazen. Omdat het echt een gevoelskwestie is. Dus je kunt het wel 100 keer uitleggen, maar je moet het echt zelf doen. En zelf voelen, aanvoelen, het balanceren. En dat het ook vaak mis kan gaan. Ja, nou ietsje omhoog halen. Iets harder draaien. Juist omdat er inderdaad niet veel glasblazers in Nederland zijn, blijft het een uniek vak. Er blijft ook altijd werk voor. De klanten die komen met nieuwe ideeën en wij proberen daar, als het technisch mogelijk is, een oplossing voor te vinden. En zo kom je ook samen tot een mooi eindresultaat. Nou, ik vind het natuurlijk geweldig dat Floor doet wat ik al die jaren heb gedaan en wat ik ze dus heel langzaam heb geleerd en nog aan het leren ben. En dat het vak ook blijft bestaan, want glasblazen is natuurlijk best een bijzonder vak. En er zijn niet met zoveel meer in Nederland. Dat het een voorbestaan heeft ook op deze manier. Ik denk als ik de zaak later overneem dat ik hier nog zeker van kan leven. En ik hoop gewoon de enthousiasme er nog in te houden en dat we leuke dingen op ons pad nog tegenkomen. Maar ik denk dat dat geen probleem is. Glas is een uitdagend product wat elke keer nieuwe impulsen geeft tot nieuwe creaties.